Goedendag, mijn naam is Jozef Aartman, ik heb de kettingenlegger bij afleiden. Wordt gebruikt bij samengestelde functies, hier f van g van x afleiden, betekent dat je leidt eerst f af. En je vult in f dan de g van x in en dan laat je de binnenste functie g af. Lijkt een beetje moeilijk, een voorbeeld hier. Voor 2 keer plus 1 kwadraat afleiden, merk je, je hebt hier twee functies, je hebt een 2 keer plus 1 en je hebt een kwadraatfunctie. De buitenste functie is je f van x, dus je f van x is in feite de functie x kwadraat. Dat we een kwadraat nemen van dit, ja. En uw g van x, in feite de binnenste functie 2x plus 1. Ja, wat betekent dat? Hoe gaan we dit oplossen? Wel, de eerste functie moet afleiden is uw f van x. Kwadraat afleiden is 2 keer de functie. Dat betekent dat je 2 keer de binnenste functie afleidt, dat is 2 keer 2x plus 1. Ja. Waarom is dat? Omdat x kwadraat afleiden is gewoon 2x. En dan gaan we de binnenste functie afleiden. 2x afleiden wordt dan maal 2. Ja. Dan krijg je uiteindelijk. Dit is f accent in 2x plus 4. En dan, daarna heb je g accent van x. Dit is f accent van g van x. Ja? En dan heb je hier g accent van x. Als je uitrekt, dan krijg je 4 keren 2x plus 1. Ja? Tweede voorbeeld hier. Ja? Dus met de f en de g hier. 2x plus 1 kwadraat plus 2 tot de derde macht. Wel, hier heb je 3 functies in elkaar. Ja? Dat is dan een verdere stap. Hier de buitenste functie. Is x tot de derde. Ja. Daarna heb je een plusfunctie, dus kwadraat plus 2. Dat betekent feite, eerst blijven buiten, 3 keer x kwadraat, dus 3 keren 2x plus 1 kwadraat plus 2 tot de tweede macht. Ja, dit is tot de tweede macht. Ja. Dus een derde kwadraat is, heb je tot de tweede macht. Ik ben de 2 vergeten, sorry daarvoor, er moet een 2 bij staan. Ja. Dan laten we de binnenste functie af, plus 2 valt weg, dan krijg je hier 2 keren 2x plus 1. Uiteindelijk moet je nog de binnenste, dit is f accent, dit is de tweede stap. De derde stap is tussen haakjes 2x plus 1 afleiden. 2x plus 1 wordt gewoon 2, maal 2. Ja? Als je uitrekent, dan kun je alles 3 maal 2 is 12. Dan heb je hier 2x plus 1 kwadraat plus 2 tot de tweede, maal 2x plus 4. Ik ben de tweede macht vergeten bij de eerste functie, let erop. De derde macht wordt tot de tweede macht. Die 3 is een 2 geworden, ben ik hier vergeten. Ja, je hebt de volgende stappen. Volgende stap, boog sinus lnx. Hier nu met andere formules. Hier is de buitenfunctie boog sinus, de binnenfunctie lnx. Dus dit is f van x is hier boog sinus x. En g van x is hier lnx. Ja, dat betekent eerst boog sinus afleiden. Boog sinus is 1 gedeelte wortel 1 min x kwadraat. Dat is 1 gedeelte wortel 1 min x kwadraat. Maar x is hier lnx, dan krijg je 1 min ln kwadraat x. Dan moet je nog lnx gaan afleiden. Afleiden van lnx is dan 1 over x. Ja, dan krijg je dus 1 gedeeld door x maal wortel 1 min ln kwadraat x. Ja. Nu een moeilijke formule. Ja. Ja, je hebt boogtangens. Ja, dus omdat dat je f en g moet zoeken en afleiden. Hier boogtangens van ln 1 plus 1 plus x kwadraat. De buitenfunctie is boogtangens. Dan heb je ln en dan heb je 1 plus x kwadraat. Je hebt 3 functies hier. Eerst de boogtangens. Boogtangens afleiden is 1 gedeeld door 1 plus x kwadraat. Maar x is hier gelijk aan deze term hier. Dus ln 1 plus ex kwadraat in het kwadraat. Volgende functie is ln. Dan gaan we ln afleiden. Dus dit is de eerste. Ln afleiden betekent 1 gedeeld door x. Dus 1 gedeeld door dit hier. 1 plus e tot de macht x kwadraat. De laatste stap is tussen haakjes dit afleiden. 1 wordt 0. X kwadraat afleiden wordt e kwadraat, ja. De laatste stap is x kwadraat afleiden, wordt dus maal nog eens 2x. Dus hier heb je 4 stappen die je moet uitvoeren. Als je uitwerkt, dan krijg je uiteindelijk 2 keren e te mag x kwadraat x gedeeld door die 1 plus ln 1 plus x kwadraat, ja, maal 1 plus x kwadraat. De lange formule, ja, belangrijk is dat je hier 4 functies hebt die je moet uitwerken, boogtangens, dan ln, dan e kwadraat en dan x kwadraat. Ja? Dat is de kettingregel die je uitlegt hoe je werkt. Dit is dan de ketting. Je gaat van boven, van buiten naar binnen. We gaan een ketting afzwakken. Dank je wel.